zijn de twee workshops van onder andere deze groep en een grote videoworkshop aan de andere kant van het pand. Maar de combinatie van dans en video leek me heel erg interessant. Ik heb het nog nooit gedaan. Je kreeg nou de kans bij Spoffin om het te doen, dus waarom niet? Het leek me leuk om iets met balletjes te gaan doen. Iets meer als wat je al kan. En dat was dus niet veel. We moeten to find some like little holes. Mm-hmm. So the basic one is here. Ik vond de warming-up gewoon ook heerlijk om te doen. Het over de grond heen rollen en reiken. En ik neem hele mooie beelden mee. Ik hoop dat ik dat kan gebruiken, ook met kinderen mee ik werk. It was a very nice experience. Really lovely people, enthusiastic and hardworking. So for me it was really super good. Ik vond het interessant. Het uitbeelden van je naam, dat met je lichaam en een balletje, dat was erg leuk om te doen. We're glad that people come and that we can share what we think juggling and contemporary juggling is. People maybe are born with it and they just have to find it themselves and they're like, wow, this thing is called juggling and I'm in love with it. Het is leuk om dit voor het eerst te hebben, zo dicht bij het festival. Samenwerking is nu geboren, dus ik denk dat volgend jaar makkelijker is om elkaar snel te vinden, om een aantal zaken te organiseren en wellicht nog in een ander soort combinatie.